Welkom bij Testaankoop, de organisatie die, zoals u weet, uw belangen wil behartigen en u wil informeren via onze website bijvoorbeeld. Dat is een fantastische tool. Als u abonneert, kan u al die content dagelijks raadplegen. Een van de topics die best wel hot zijn en die regelmatig in ons programma terugkomen, is energie. En vandaag heb ik het met Jordi, mijn vaste energie-expert, over hoe je eigenlijk meer inzicht kan krijgen in je energieverbruik met een digitale meter. Je hebt er ook eentje meegenomen, klopt, Jordi. Ja. Sinds 2019, zei je me net, ja, is dat gangbaar geworden, ja, en is het eigenlijk in Vlaanderen verplicht? Ja, juist. In Vlaanderen is men gestart met de uitrol in juli 2019. Dus we zijn ondertussen iets meer dan 5 jaar verder. En er zijn ongeveer 3,9 miljoen meters geïnstalleerd in Vlaanderen, waarvan 2,3 miljoen elektriciteitsmeters. Ja, dus hoeveel gezinnen hebben dan ongeveer nu al een digitale meter? Wel, dat betekent dat ongeveer 60% van de woningen vandaag in Vlaanderen uitgerust is met een digitale meter. Mm-hmm. Voor zij die nog aan de beurt moeten komen, kunnen checken wanneer ze precies op de agenda, op de planning staan, mm-hmm, bij Fluvius via de online planningschecker. En zij die er liever eerder eentje willen, kunnen er ook een aanvragen en dat is kosteloos. Voor zij die kijken en die dat niet weten, wat is een digitale meter versus die meer analoge meter van vroeger? Ja, maar ja, een analoge meter registreert ook jouw verbruik. Maar een digitale meter laat natuurlijk toe om iets meer inzicht te krijgen in je verbruik. Hè. Je kan bijvoorbeeld sluimerverbruik gaan opsporen, nagaan op welke momenten je meer verbruikt. Dat kan eigenlijk allemaal via een webportaal, via een online platform dat de netbeheerder ter beschikking stelt. Ja, met een analoge meter heb je dat natuurlijk niet. Ja, dus wordt hij constant gerapporteerd, zowel naar jou als consument als naar Fluvius bijvoorbeeld, hier. Hè? Juist, ja. Je moet wel eerst even een account aanmaken, dus je moet je registreren. Hè? Dat is op mijn.fluvius.be. En eenmaal je daar een account hebt aangemaakt, dan kan je eigenlijk je verbruik, je afname en je injectie als je zonnepanelen hebt, dagelijks gaan raadplegen, zelfs tot op kwartierniveau. Ja. En ook als je zonnepanelen hebt, kan je dus zien wanneer je vooral stroom injecteert. Dus dat geeft wel wat inzicht. Het laat je toe om te weten, heb ik bijvoorbeeld sluimerverbruik van bepaalde apparaten die een waakstand toch onnodig energie verbruiken, of verbruik ik meer op bepaalde momenten. Dus dat geeft je wel wat inzicht. En vandaag maakt 1 op de 3 gezinnen met een digitale meter gebruik van dat online platform van Fluvius. Dus er is wel nog wat groeimarge. Het voordeel van dat platform is dat het eigenlijk gratis is. Mm-hmm. Maar het nadeel is dat de functionaliteit op zich vrij beperkt is. En ook de meest actuele data dateert van gisteren. Je krijgt dus geen live overzicht van je verbruik. Mm-hmm. Je hebt eentje meegenomen. Ja. Zo ziet het eruit. Misschien moeten we het even tonen. Ja. Voilà, we zijn hier. Ja. Upsakee. Dus hier heb je eigenlijk een knop waarmee je ook alle waarden kunt gaan raadplegen. Ja. Hè? Dus je afname, als je tweevoudig tarief hebt, dag en nacht. Als je zonnepanelen hebt, je injectiewaarden. Maar ook bijvoorbeeld de maandpiek. Hè? Dus we weten dat sinds 2023 in Vlaanderen wordt er een deeltje van de nettarieven aangerekend via capaciteitstarief. Dus die gegevens kan je daar ook gaan raadplegen. Mm-hmm. Maar op zich is het niet echt heel erg handig om dat allemaal van de meter af te lezen. Dus is het net iets praktischer om naar het platform van Fluvius te gaan. Anderzijds bieden sommige leveranciers ook apps aan. Hè. Het zijn vooral grote leveranciers die dat aanbieden. En die gaan dan ook een koppeling voorzien met jouw digitale meter, waardoor die verbruiksdata kan worden uitgelezen. Het grote voordeel van die apps is dat dat dan ook meteen gekoppeld wordt aan jouw persoonlijk energiecontract. Waardoor je niet alleen een zicht krijgt op je verbruik in kilowattuur, maar ook in de kosten. Wat handig is om bijvoorbeeld na te gaan, dekt mijn voorschot wel nog voldoende mijn verbruik? Kan ik mijn voorschot eventueel verlagen of dus moet ik mijn voorschot verhogen? Dus we krijgen nu geen man meer over de vloer die af en toe jouw meterstand komt opnemen en zo. Klopt. Dat is allemaal automatisch. Dat gebeurt automatisch. Ja. Aangegeven. Ja, klopt. Ja. Dus inderdaad minder verrassingen, denk ik dan ook. Ja. Zijn er nog andere opties naast het portaal van Fluvius om inzicht in je verbruik te hebben? Wel, dus de apps van de leveranciers zijn vooral de grote leveranciers die dat aanbieden.
het nadeel daar is ook dat het zich baseert op de verbruiksdata van gisteren. Hè, dus de data die ook beschikbaar zijn in Mijn Fluvius. Dus je hebt geen real-time of geen live overzicht van je verbruik, tenzij je gaat investeren in een dongel. Een dongel is zo'n apparaatje, zoals dat we hier een aantal hebben meegebracht. Ja. Zo ziet dat eruit. Een klein apparaatje dat je inplugt in de gebruikerspoort vooraan van de digitale meter. Je betaalt daar natuurlijk wel een kost voor bij die leveranciers, maar dan heb je wel real-time overzicht. Dus dan kan je checken in je app hoeveel stroom ben ik nu op dit moment aan het afnemen, hoeveel ben ik aan het injecteren. Maar dat is dan nog wat je zei, dat het om het kwartier sowieso in je digitale meter of in die Fluvius-omgeving komt. Maar dit is dan nog... Nee, in de Fluvius-omgeving kan je tot op kwartierniveau je data gaan raadplegen. Dus hoeveel je tijdens dat kwartier hebt geïnjecteerd of afgenomen. Maar de meest recente data dateert van gisteren. En als je zo'n dongel gaat installeren, dan krijg je meteen live overzicht per seconde. Hoeveel stroom ben ik nu op dit moment aan het afnemen of aan het injecteren? Kan je echt gaan nakijken, is mijn wasmachine bijvoorbeeld... Wel zo voordelig als ik dacht of zo. Ja. Moet ik dan klant zijn bij een van die leveranciers om van dat systeem gebruik te maken? Ja. Nee, dat hoeft gelukkig niet. Dat is gelukkig niet nodig. Het aanbod van slimme systemen of energiemanagement systemen, zoals we dat noemen, is veel breder en komt ook in verschillende vormen en maten. Zo heb je ook systemen die bijvoorbeeld komen in combinatie met een slimme stekker. Dus hier hebben we de eentje meegebracht, dat is een slimme stekker die je dan kunt gaan programmeren om bepaalde toestellen te laten aanschakelen op het meest ideale moment. En stel dat je zonnepanelen hebt en je bent uit huis gaan werken, dan wil je natuurlijk dat jouw wasmachine of jouw vaatwas op het meest ideale moment aanschakelen. Op het moment dat jouw zonnepanelen wil produceren, dan kan je dat daarmee gaan programmeren. Er zijn eigenlijk tientallen van die systemen beschikbaar, elk met verschillende mogelijkheden, maar ook met grote variaties in het prijskaartje. Dus dat gaat van enkele tientallen euro's tot ettelijke honderden euro's. Een volledig overzicht van al die systemen kun je vinden op de website maakjemeterslim.be. Daar staan meer dan 60 systemen op. En daarvan hebben wij er recent een tiental getest. Dus we hebben de voor- en de nadelen van die verschillende systemen met elkaar vergeleken. En welke systemen we aanbevelen, kan je terugvinden op onze website. Kan je zo'n aankoop ook terugverdienen, zeg maar? Wel, ja, dat kan, hè, maar inzicht in je energieverbruik levert natuurlijk pas een besparing op als je er ook concrete acties gaat aan koppelen, als je er gaat naar handelen. Als jij zonnepanelen hebt en je bent overdag altijd thuis, dan is het natuurlijk niet zo moeilijk om je toestellen manueel te gaan aanschakelen als de zon schijnt. Maar ga je veel uit huis werken, dan kan je bijvoorbeeld baat hebben bij zo'n systeem met slimme stekkers. Dus dat hangt een beetje af van jouw profiel. En het advies dat we geven is om eerst na te gaan wat je precieze behoeften zijn. En dan de voorwaarden, de functionaliteiten en vooral ook de kosten van die verschillende systemen met elkaar te vergelijken. Als je enkel meer zicht wil in je energieverbruik, dan heeft het geen zin om honderden euro's uit te geven. Dan kan een goedkope oplossing zeker volstaan. Heel goed. Dank je wel om hier een beetje meer over te komen vertellen. Met veel plezier. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende. Zoals ik zei, het topic energie is een hot topic en we gaan natuurlijk altijd blijven komen met nieuwe kleine details. En vandaag ging het over die digitale meter. Wil je daar wat meer over weten en over die testresultaten? Ga naar onze website. Ik wens jullie nog een heel leuke dag en tot de volgende keer.